Als 36 brandweren een wedstrijd houden, dan gebeurt alles zo mogelijk nog sneller dan bij een echte brand. Al direct na de afspuit bleek dat de Eindhovenaren deze wedstrijd zeker niet op hun sloffen zouden winnen. In de Brabantse ploeg gaf spuit 11 ook water. Op een gegeven ogenblik beging de stopperspeel van Brabant een overtreding. De scheidsrechter gaf een vrije spuit op de rand van het strafspuitgebied. Direct daarna werden het Eindhovense doel en het publiek onder hoge druk gezet. Snel wist de cameraman zich aan die druk te ontworstelen, maar net niet snel genoeg. Even dreigde een regenbuitje de wedstrijd in het water te doen vallen, maar Eindhoven spoot nog juist voor het einde het winnende doelpunt.